Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Psychologe Manon Sanchez noemt geweld tegen vrouwen een zeer ernstig probleem. Bij 75 jaar Verenigde Naties, minister Albert Ramdin en VN-functionaris Marina Walter belichten doelen en ondersteuning. En burgers geven mening over geweld tegen vrouwen. Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd probleem en een van alle tijden. Van alle moorden die in 2017 in Suriname plaatsvonden, was meer dan de helft een geval van femicide. Ook dit jaar heeft zich een aantal incidenten op dit stuk voorgedaan. Hoe ernstig is de situatie anno 2020? Op deze vraag geeft Manon Sanchez, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen, antwoord in gesprek met de communicatiedienst Suriname, CDS. Zij praat van een heel groot en zeer ernstig probleem in onze maatschappij. Geweld tegen vrouwen is wereldwijd een groot probleem. Ook in Suriname is dit fenomeen merkbaar. Wij van de communicatiedienst Suriname voeren een gesprek met Manon Sanchez, voorzitter van de Stichting van Psychologen en Orthopedagogen in Suriname. Mevrouw Manon Sanchez, om gelijk met de deur in huis te vallen. Van alle moorden die in 2017 in Suriname plaatsvonden, was bijna de helft een geval van femicide. Geweld tegen vrouwen. Hoe ernstig is deze situatie anno 2020? Heel ernstig. Het is van alle tijden. Maar omdat het nu meer bespreekbaar is, zien we nou hoeveel het is. En we merken in Suriname dat het wel het probleem heel erg groot is. Het is ook het Caribisch gedeelte, waar wij een deel van zijn, merken we ook dat het zo groot is. Maar het is een ernstig probleem in onze maatschappij. Van alle moorden die in 2017 in Suriname plaatsvonden, was bijna de helft een geval van femicide. Hoe zorgwekkend is deze situatie anno 2020? Zeer zorgwekkend. Het is een heel ernstig probleem in onze maatschappij. Het was er altijd al, maar het lijkt alsof het de laatste jaren steeds heftiger en groter wordt. Welke vormen van geweld kennen we allemaal? Ik ga de drie belangrijkste of de meest voorkomende. Dat is lichamelijk geweld, psychisch of emotioneel geweld en seksueel geweld. Dat zijn de drie vormen van geweld die het meest voorkomen. Wat denkt u dat er bij iemand omgaat die slachtoffer is van psychisch geweld? Psychisch geweld, dat is dat als je buitengesloten wordt, genegeerd wordt, dat kan stelselmatig gebeuren, pesten. Dus niet plagen, maar pesten, dat hoort allemaal bij emotioneel of psychisch geweld. En het komt veel vaker voor dan we kennen, want wij kennen in Suriname schreeuwen. Hè? We schreeuwen elkaar, we schreeuwen kinderen. En dat is ook een vorm van psychisch geweld. Als ik zo naar u luister, kan er in Suriname gesproken worden over een gewelddadige samenleving? Ja, absoluut. Ja, we zijn deel van het Caribisch gebied. En het hele Caribisch gebied kunnen we wel zien als een gewelddadige samenleving. Ja, maar dat zijn we zeker. Ook als we denken aan het pakslaag, hè, de lichamelijk geweld, wat we in de opvoeding hanteren om een kind te disciplineren. En dat toch heel normaal is, ook zelfs voor kinderen, terwijl er genoeg alternatieven zijn om kinderen te corrigeren of te disciplineren. En dat komt ook nog heel erg veel voor, te vaak. Wat merkbaar is dat heel veel vrouwen met psychosomatische klachten terechtkomen bij de huisarts. En ze krijgen misschien een tabletje, een diazepam, maar dat is niet de ideale oplossing. Nee, als er psychosomatische klachten zijn, dan is er dus sprake van dat er iets is wat die vrouw hindert. En dat vertaalt zich in psychische klachten, toch? En dat kan van alles zijn. Dat kan, als we ook kijken naar nu in de situatie in Suriname, wat COVID allemaal aan stress en aan druk op een gezinsleven teweeg kan brengen. Een vrouw die niet gelukkig is in het huwelijk. Er zijn zoveel
dingen die ertoe kunnen leiden dat iemand psychosomatische klachten heeft. Klopt. Schiet de hulpverlening tekort in Suriname en neemt de overheid haar rol en verantwoordelijkheid in deze situatie? Niet voldoende. Er zou veel meer moeten gebeuren. En wat je ziet in Suriname is dat er wel heel veel verschillende initiatieven zijn. Maar er is niet één lijn of één ketenaanpak. Als je bijvoorbeeld ziet dat de meeste... Er is zoals wij van Stichting Stikris, dat is weer een andere pet op die ik heb. Een stichting Crisis, Stichting Tehuis voor Vrouwen in Crisis. Wij gaan een... tehuis opzetten. Dat zal in december open gaan. Dat is een particulier initiatief. En dat is dus voor vrouwen die vluchten voor geweld en hun kinderen die we daar kunnen opvangen. Dus er is nog niet voldoende. Er zou echt ook veel meer psycho-educatie aangeboden moeten worden. En eigenlijk zou iedereen ervoor doordrongen moeten zijn dat geweld niet hoeft. Niet in de opvoeding, niet in de relatie. We kunnen andere manieren zijn er om dingen op te pakken als iets je niet bevalt of niet goed gaat. Met welke aspecten wordt een psycholoog het meest geconfronteerd in dergelijke cases? Angst en stress. Ik denk dat dat de twee beelden zien die we dan het meeste zien. Machteloosheid. Vrouwen die gevangen zijn in een relatie en niet weten hoe ze eruit moeten komen. Maar vergis je niet, ook machteloosheid bij de dader, die ook niet weet hoe wij bepaalde dingen op moeten pakken en vlucht in geweld, terwijl er ook alternatieven zijn. Dus dat zijn de dingen. En de psychosomatiek natuurlijk, die je heel veel ziet. Merkt u een toenemende karakter van geweld binnen de psychologische praktijk? Wat we zien is dat steeds meer slachtoffers van geweld het melden en zeggen dat dit het probleem is. Er is nog een groot taboe op. Hè? Mensen durven het niet te zeggen. Vaak houden de slachtoffers ook nog van hun partner en vinden het toch moeilijk om dat toe te geven dat gebeurt. Maar je merkt dat er wel steeds meer over gesproken wordt. Dus dat merk je wel. En dat ze daar dus ook hulp voor gaan zoeken. Welke bijdrage kunnen instituten leveren tijdens de opvoeding, vooral bij mannen, jongens, vanaf kleins af, om te helpen voorkomen dat het geen mannen worden die geweld toepassen? Dat begint bij de opvoeding. En daar hebben we de vaders en de moeders voor nodig. De vaders die een goed voorbeeld voor hun, of een oom of een opa, dat mag allemaal een goed voorbeeld voor hun zoon kunnen zijn, als ze zien hoe die op een geweldloze manier met hun moeder omgaan. Maar het ligt ook aan de moeders. Onze moeder de jongens niet opvoeden als prinsen en koningen. En dat de meisjes allerlei dingen moeten doen. Er moet ook iets van gelijkwaardigheid in de opvoeding zijn. Maar het begint inderdaad bij de opvoeding. Ook dat je leert dat je mag ruzie hebben. Je mag het ergens niet meer eens zijn. Maar dat er allerlei manieren zijn om dat op te lossen. En dat je daarbij geen geweld hoeft te gebruiken. De Verenigde Naties bestaat op 24 oktober 75 jaar. In dit kader wordt door lidlanden wereldwijd de VN-week gevierd en ook Suriname participeert hierin. Een der activiteiten, een storyline, waarin onder meer minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking aan het woord komt. Het doel van de VS is een wereld zonder oorlog en armoede en één waar mensenrechten worden gerespecteerd. Haar Atlantisch Handvest is een internationaal verdrag waarin de basisprincipes voor internationale relaties zijn vastgelegd. Marina Walter, de UN Resident Coördinator voor Suriname, zegt dat de VN meer dan 60 jaar een partner is om Suriname en haar bevolking te ondersteunen in hun ontwikkeling. Het doel van de VN laat zich samenvatten als het nastreven van een wereld zonder oorlog en armoede, en waar mensenrechten worden gerespecteerd. In de praktijk is dat natuurlijk een enorme uitdaging. Met het lidmaatschap van deze organisatie hebben de landen zich gecommitteerd aan de doelen en verplichtingen opgenomen in het Atlantisch Handvest van de Verenigde Naties, dat vergeleken kan worden met een internationaal verdrag waarin de basisprincipes
voor internationale relaties zijn vastgelegd. Specifiek zijn de doelstellingen 1. Het handhaven van internationale vrede en veiligheid. 2. Het ontwikkelen van vriendschappelijke relaties tussen staten gebaseerd op respect, gelijke rechten en het zelfbeschikkingsrecht van volkeren. En 3. Fungeren als een centrum voor het harmoniseren van acties bij het streven naar de realisatie van de gemeenschappelijke doelen. For more than 60 years, the United Nations has been a partner of Suriname and supported the people and the country on their path towards more sustainable and equitable development. Our journey together started in 1975, when Suriname joined the United Nations, standing proudly as a member state, shoulder to shoulder, co-equal with every other member state. Since then, we have witnessed and indeed been a partner in the growth and development of this country, which has become a distinguished member of the United Nations. Over the years, we faced many challenges together, and the United Nations has supported the country in tackling key issues across a whole number of areas. We have, for example, worked together to combat malaria, and Suriname is one of the few countries on the way to eradicating malaria in 2020. A massive step forward for the health of Suriname's population. We also worked on issues of food security over the years, supporting the country and its small farmers on developing a market for non-timber products, effectively combating deforestation. And we have worked closely with our partners in government and the civil society to ensure that the country's future is a green and a sustainable one. At the same time, as an organization, we strive to improve, trying to become a partner that is nimble, effective, and flexible on the ground. In 2019, we embarked on a reform of the UN's architecture to deepen our accountability in delivering meaningful results to our member states, including Suriname. As the resident coordinator of the United Nations system in Suriname, I want to reassure you that as partners, we stand ready to continue to support the country in these next crucial years as it responds to the pandemic, builds a strong recovery, combats increasing climate vulnerability, and implements the sustainable development goals for sustainable economic growth, social inclusion, and environmental protection. De Surinaamse samenleving is de afgelopen periode weer opgeschrikt met gevallen van geweld tegen de vrouw. Gevallen die de slachtoffers met hun leven hebben moeten bekopen. Deze situatie maakt in Suriname het onderwerp opnieuw bespreekbaar. Geweld tegen vrouwen is een inbreuk op de mensenrechten van vrouwen. Het is voor heel veel vrouwen een dagelijkse realiteit en komt op grote schaal voor met veel schadelijke gevolgen voor het slachtoffer in het bijzonder. Hoe goed is de samenleving hierover geïnformeerd en wat doet men om dit te voorkomen? De communicatiedienst Suriname vroeg het de man van de straat. Wat versta je onder geweld tegen vrouwen? Geweld tegen vrouwen? Eigenlijk dat mag het niet. Mag niet. Nee. Een vrouw is een moeder toch? Ik versta als je die vrouwen slaan, mishandeling, die is geweld tegen vrouwen. Dus iedere vorm van mishandeling, hè? Het zij verbaal, het zij fysiek. Ja, wanneer een vrouw bedreigd wordt, is dat ook een vorm van geweld. Ja, dus sowieso niet slaan. Als je iemand niet slaat, dan denk ik dat je die persoon al heel veel doet. Heel veel goeds doet. Ik vind dat niet goed. Als je niet meer van die vrouw niet meer van je houdt, laat die vrouw los. Waarom moet je die vrouw gaan mishandelen of doodmaken? Is niet nodig, want dan ga jij nu in het gevangenis zitten. Ja toch? En hoe denkt u dat het aangepakt moet worden in Suriname? In Suriname? Dan moeten ze maar begeleid worden, die mannen die zo doen. Die agressieve vertoningen geven. Nou, dat moeten ze maar doen. Misschien een zwaardere straf voor de mannen? Als ze zo inderdaad hebben gepleegd. Veel voorlichting. Vele
ja, de slachtoffers moeten ook getuigen. Hè? En ja, vertellen hoe erg het is, zodat zij die in die situatie zitten, snel zoeken naar een oplossing. Denk je dat mannen of jongens al heel vroeg begeleiding moeten krijgen hoe om te gaan met gevoelens? Dus dat, ja, zo wel. Ja, begeleiding. Ja, ja, het is nodig, want jong geleerd is oud gedaan. Ze moeten begeleid worden door juist vanaf dus ouders, vanaf kind af met je zonen praten. Dus echt met je kinderen, toch? Het kan ook, ja. Maar het hangt ook meer af van het leven. Vooral hoe het leven nu duur is. Dan raken ze gefrustreerd, gestrest. Dus dan willen ze elkaar doodmaken, ja. Ja, er moet meer voorlichting gegeven worden. Heb je een boodschap naar zowel de mannen als de vrouwen? Wat ik wil zeggen, voorzichtig zijn, niet vechten, weet je. Samen verstandhouding, weet je. Of verstouwstreffie, lijkt me een vrouw, weet je. En dan gaat het verder, weet je. Petinetje aan een oplossing. Ja, dus sowieso mag niemand het slachtoffer worden van ja, het gedrag van een ander. Dus ook dat is verkeerd. Ik zou zeggen aan de vrouwen van, als het niet kan, moet je maar loslaten. Die mannen alvast, als die vrouw niet meer van je houdt, laat los. Er zijn genoeg vrouwen en die vrouwen ook. Er zijn genoeg mannen. Laat los. Begin een nieuw leven of woon zelf of leef alleen. En zo zijn we weer gekomen aan het eind van Focus. Ik bedank u voor uw aandacht. Goedenavond.